beste mensen van het goed leven, Pussy Tien Hoofd hier. Holy shit, in mijn rug, jongen. Holy shit. En ja, dames en heren, ik wil je vandaag even iets met je delen. Een hele bijzondere ontmoeting die ik vrijdag had. En daarna wil ik je uitnodigen. Vrijdag was ik bij een symposium voor kinderartsen van de intensive care van de diverse kinderziekenhuizen uit Nederland. En die kwamen allemaal bij elkaar. Mensen die daarop al heel lang arts zijn op de kinderintensive cares. Ik werd daar gevraagd om ook te spreken om daar mijn verhaal te doen als patiënt. Weet je, hoe is het nou als je patiënt bent en in de intensive care hebt gelegen van het kinderziekenhuis? En het doel daarvan was om mij uit te nodigen, is om mijn verhaal te doen, maar ook om voor de verpleging, de mensen die daar werken in de kinderintensive care, om ook een keertje te laten zien van, kijk, deze jongen hebben jullie vroeger geholpen, dit is hem van hem nu geworden. Weet je, de mensen die op de afdelingen werken, de verpleging, ja, die zien hun patiënten nooit meer terug. Dus je komt nooit meer in contact met de producten waar je aan gewerkt hebt, zeg maar. Nou, en ik wil laten zien dat soms best wel goed uitpakt. Dus. En op het eind van de middag was er een borrel. En dat was voor mij een heel bijzonder moment. Best wel een soort emotioneel moment ook wel. Want als ik spreek bij bedrijven, dan vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar ja, dit was voor mij echt een soort thuishaven ook. Omdat de mensen die daar werken op de kinderintensive care van de Wilhelmina Kinderziekenhuis, die hebben mij in leven gehouden. En ik heb hun ook nooit meer gezien. Dus ik was klaar met spreken en aan het einde hadden we een borrel. Dus ik sta daar en er komt een meneer naar mij toe. En die meneer die heet Chef van Gestel. Dus hij komt naar mij toe, hij zegt, Pus, ken je mij nog? En ik kijk hem aan. En terwijl ik dit vertel, nu in de video, krijg ik gewoon weer kippenvel. Hij zei, ja. En ik zeg, ik ken jou. Wat blijkt nou, dames en heren? Chef van Gestel, hij is de arts geweest die mij, toen ik met een CO2-gehalte van 120, jouw zuurstofgehalte in jouw bloed moet tussen de 30 zijn. Dat is optimaal. En 40 is hoog. Ik had 120. Hij zei tegen mijn Pus, als jij 3 dagen of 4 dagen of misschien een week later het ziekenhuis in was gekomen, dan was jij er nu niet meer. Dus ik zeg tegen hem, oh, dan had jij vandaag een langere pauze gehad dan. Weet je? En we konden geinen. Maar deze beste meneer heeft mij in coma staat op de intensive care in ontvangst genomen. Hij wist niet wat er met me aan de hand was. Zijn collega's ook niet. Ze hebben moeten doen wat ze moeten doen. En dat zei hij gisteren weer, of vrijdag. Hij zei, Pus, we hadden niet echt hoop dat jij het zou overleven. Fuck, man. Holy shit. Ik zeg, ik ben er nog. En wij gaan nu high-fiven. Het is een high-five gedaan met hem. Dat was echt fantastisch. En ik ben zo dankbaar voor, natuurlijk voor deze arts, maar het hele team eromheen van de intensive care. Ik heb verplegingen mogen ontmoeten die mij nog herkenden. Dat is ongelooflijk. En het, ja, I don't know, man. Het was echt een super bijzondere ontmoeting. Weet je? En dan merk je pas hoe wij collectief als mensen elkaar overeind houden. Weet je? We lopen allemaal wat te zeiken en te kanker is er nu en dan. I got it. En vooral met artsen is soms moeilijk, hè? Ja, hij wil niet naar me luisteren en hij doet niet wat ik zeg. En die arts is vervelend. Maar er is ook een andere kant. En dat heb ik weer ondervonden afgelopen vrijdag in het ziekenhuis. Er werden heel veel moeilijke terminologieën gezegd waar ik geen fuck van snapte. Maar dat laatste moment met Chef van Gestel en zijn collega's high five omarmen. Dat persoonlijke verhaal, holy shit. Ik krijg maar nu weer kippenvel van door dit soort mensen sta ik hier YouTube video's te maken voor jou. Duimpje omhoog voor Chef van Gestel en zijn team van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het tweede wat ik wil delen is, even helemaal losstaand hiervan weer, is dat als ik spreek, hè, dus afgelopen vrijdag bij het symposium voor de artsen, dan is dat hartstikke leuk om te doen. En vorige week sprak ik bij Michael Platschke, ook leuk om te doen, maar het zijn altijd soort besloten evenementen of al uitverkocht. Ik word meestal gevraagd om te komen spreken. Nou is de 18 november, heeft Roos en Marco van Innerfit hebben mij gevraagd om te komen spreken bij hun. En wat de opzet is van deze dag, is zaterdag 18 november, van 2 tot 5, als ik goed heb. Ik zal even, dit zijn de correcte data. Word ik gevraagd om daar 2 uur lang op het podium te komen. En gaat Roos van het team daar, die gaat mij bombarderen met allerlei vragen. Echt van alles. Over het leven natuurlijk, over mindset. En de titel van die dag is dat ik ga spreken, die heet, als ik het kan, kan jij het ook. Ben ik het mee eens? Maar ook niet. Ik denk dat het veel genuanceerder ligt.
Je kan zeggen van, Purs, ja, jij bent zo gehandicapt. Nou, als jij het kan, dan kan jij, kan ik het ook. Dat is zomaar ook direct niet. Snap je? En ik wil het daar heel genuanceerd met de mensen in de zaal gaan over hebben. En ik maak deze video dan ook om je eventueel uit te nodigen voor deze dag. Want het is een open dag. Het is een open event. Iedereen kan naartoe. Het is wel een ticket kosten. De tickets zijn volgens mij €15 of zo. En het is in Oosterbeek. En ik vraag je om te komen. Waarom? Omdat alle evenementen waar ik normaal spreek, zoals bij de kinderartsen, bij Michael Pletsky en alle andere dingen, dat is altijd besloten. En dit is voor mij een uitgelegen kans om jou ook uit te nodigen. En ja, om een keer met je te meeten, weet je, om fucking high five te doen, in plaats van hier altijd in die camera te lullen. Voel je niet verplicht, maar ik dacht, ik laat het even weten dat je niet achteraf denkt, oh, kon ik ook komen. Ik kan je niet vertellen hoe je miljoenen verdient. Ik kan je ook niet vertellen hoe je de wereld om moet reizen. Het enige wat ik je kan vertellen is, datgene wat bij mij hier zit, dat kan ik met je delen. Hopelijk heb je daar iets aan. En neem je een journal mee en staat hij op het eind van de dag helemaal vol met fucking vette ideeën. Ja? Alright. Link hieronder in de YouTube. Als je op Facebook kijkt, staat het hierboven ergens in de tekst of in de reactie. Ik zal het linkje plaatsen naar de tickets en ik hoop je heel graag daar te zien. Chef van Gestel, dankjewel dat ik er nog ben. Dankjewel.